Hallo, José Polonio hier. Ik ben blij dat ik in de wereldkeuken mag staan. Ik ga jullie meenemen met de culinaire reis. En ik ga Spanje voor jullie vertegenwoordigen. Wat ga ik voor jullie maken? Ik ga maken een mooie mossel met bechamelsaus, peterselie en knoflook. Daarna een konijn in sherry met saffraan. En als dessert, het mooiste, klap op de vuurpijl, is een crema catalana. Die is met sinaasappel, kaneel, traditionele manier afgebrand met een mooie brander. En nou ja, dat gaat ervoor. We gaan instarten met de mossel. Zorg dat ze niet open zijn, dat ze mooi gesloten zijn. Gaan we eerst eventjes wassen. Gewoon even in koud water. Ik ben José Polonio. Ik ben geboren in Valencia, een Spanjaard, vol bloed. Mijn vader uit Córdoba, mijn moeder uit Cádiz. Ik ben een Spanjaard, maar ook een genieter. Ik ben een familieman en ik ben recht toe, recht aan. Dus wat je ziet, is wat je get. We gaan de pan op het vuur zetten. Er gaat een beetje olie in. Zo. Ik snijd er nog eventjes een uitje bij. Zo. We gaan er een bouquet bij doen. Een rups noem ik het ook wel. Met de afkorting wortel, ui, prei, selderij. Dat doen we hier erbij. Schudden. Dan gaat de gewassen mossel gaat erbij. Niet te veel vocht meegeven, want er kan wel eens zand in zitten die vrijkomt. Dat vinden we niet lekker. Gaat de deksel erop. Het belangrijkste is nu even dat de mossel open gaat. Dat duurt eventjes. Ze zijn nog niet allemaal open. Nu zijn ze oké. We gaan ze nu afgieten. Dit is een gerecht wat mijn grootmoeder vaak maakte. Dus gevulde mosselen. Wordt in Spanje voor het veel gegeten als tapa. Zoals je ziet, het vruchtvlees, de vis aan zich, die gaan we eruit halen. Kijk, dat doen we gewoon met de hand. Hè. Een kok heeft altijd schone handen. En zorg dat je ze zo lang kookt dat ze nog mooi zacht zijn. Zie je dat ze nog helemaal glimmen, zodat die eiwitten niet te strak zijn gekookt. En dit gaan we gebruiken voor die bechamel. Dat is het lekkerste wat er is. Gaan we een beetje melk aan toevoegen. Niet te veel. We gaan nu ook de bechamel maken. Boter in de pan, op het vuur. Klein beetje ui erbij, zo dun mogelijk. Zo. Pak wat peterselie. Je mag bladpeterselie gebruiken, maar ook de krulpeterselie is net wat je het lekkerste vindt. Maar ik gebruik de platte. Daar zit net even wat meer smaak in. Gartje. Dus het chalotje zit erin. Peterselie heb ik erbij gedaan. De bloem. Dat is ongeveer 50 gram. Gaan we doorroeren. Klein beetje erbij. Doorroeren. Dat het mooi smeuïg wordt. Nou, het wordt al wat dikker, hè, zoals je ziet. Bijna al het vocht erbij gedaan. Er staat straks in het receptuur staat er ongeveer 450 ml. Maar als je denkt van nou, ik heb hem zo dik genoeg, dan mag je hem ook zo laten. Dus net hoe je het zelf, maar hoe fijner de bechamel, hoe smeuiger, hoe lekkerder die uiteindelijk wordt in de schelp. Dus om hem af te eten. Kijk, je ziet het al, hè? Kijk. Substantie dat die van de garde afvalt, dan is je eigenlijk al goed. Ik voeg nog op het laatste moment een klein beetje chili. Niet te veel. Je gaat gauw nu te veel. En wat paprika poeder. Gerookte paprika poeder. Ik ga er nog eventjes iets door laten koken. De mossel. Die gaan we natuurlijk even mooi snijden. Er kan ook wel eens een krabbetje zitten in een mossel. Hè? Als je die tegenkomt tijdens het snijden, verwijder die dan. Sommige mensen kunnen daar allergisch voor zijn. Dus hou dat goed in de gaten. De gesneden mossel of geknipte mossel gaat in de bechamel. Roer een klein beetje door. Niet te veel. Dan hebben we natuurlijk de schelp. Er zitten natuurlijk allemaal van die sluitspiertjes er nog aan. En die halen we gewoon eventjes met een puntig mesje halen die weg. Zie je? Het is eigenlijk een heel simpel gerecht. Die gevulde mossel. Daarna wordt die lekker gebakken.
Al die gerechten die ik ga maken voor jullie... dan krijg je straks een heel mooi tafeltje vol met allemaal lekkernijen. Dus tapas, zoals we dat zeggen in Spanje. Dat is ooit bedacht door iemand die achter een bar stond. Die dacht, ja, we hebben veel vliegjes hier en het moet anders. Dus een barkeeper die van, nou weet je... we gaan gewoon een klein schoteltje met een klein gerechtje verzinnen. Die zetten we op het drinken, het biertje, het wijntje van de klant, van de cliëntel. En dan hebben ze meteen een hapje. Dus ja, win-win. Dus daar is eigenlijk het woord tapas vandaan gekomen. Dus dat is het woord tapa. Tapar. De mossel gaan we vullen. We gaan hem paneren. We gaan hem eerst door de bloem halen straks. Ik heb 3 eieren nodig om even het mengseltje te maken. Laat ze meer even wat broodkruim, dat kun je zelf maken, maar je kunt het ook kopen. Tegenwoordig kun je hele mooie kwaliteit kopen. Dus dit is een panko, dat is een grove paneermol, wordt gemaakt van wit brood, zonder kosten. Wordt gedroogd in de oven op lage temperatuur. En daarna lekker in de keukenmachine of in een safe. Even hup, zeven, onder een bakje en dan vang je het op en dan heb je ook een hele mooie panko. Tip van de dag. We gaan er 3 eieren in. Zout. Niet te veel, want de mossel, de bechamel, is vrij hoog op smaak al. Dus dat gaan we te zout eten. Dat is ook niet goed, hè, voor de gezondheid. Ja, wanneer is zo'n eigen gekleurd ei nou klaar? Op het moment dat je hem omhoog haalt en hij valt in de streep naar beneden, dus dat blijft niet hangen, dan is hij goed. We pakken de mossel op, aandrukken. Probeer de onderkant niet mee te nemen. Druk hem in de bloem, door het ei, door het paneermeel. Probeer één hand een beetje schoon te houden. Hè? Dat je niet met alle handen in het ei gaat en door het... En dan door het paneermeel. En zo gaan we door totdat ze allemaal gepaneerd zijn uiteindelijk. Even de handen wassen. De mossels zijn gevuld, ze zijn gepaneerd. Het gaat gewoon in de pan, in een dun laagje olie, gaan we deze mossel frituren. Klein laagje, zo. Kijk. En dan leggen we hem op zijn kop, leggen we hem erin. Ook niet te veel erin, want je moet hem nog kunnen draaien. Kijk, dan draaien we hem kwartslag. Kijk eens, even op het schelpje. Een gevuld mosseltje, met bechamel en dan in de olie krokant bakken. Mejillones rellenos. Een van mijn favoriete gerechten en ook die van mijn oma, want dat maakte ze altijd. En ik denk dat dat een hele mooie aanvulling is op de keuken van Nederland en België. Heb ik voor het eerst gegeten dat ik een jaar of 9 was. Maar op het moment dat ik het had geproefd, ja, het was gewoon top. De smaak beleefde, het krokante, in de schelp. Het werd weer teruggezet in de schelp. Dus dat was al eigenlijk het eigen kokotje. Dus ik dacht van, een lepeltje, top. Dat was al leuk en daar ging wel mee spelen natuurlijk. Heerlijk. Het kan zo simpel zijn, maar zo lekker. Dat is de basis van de Spaanse keuken. Het gerechtje in zijn waarde laten en zo min mogelijk ermee doen. Zo. Dat mosseltje op het bord. Serveer hier een saus erbij naar keuze die je zelf wilt. Maar voor mij is het zo het beste. Dus zonder saus, gewoon de smeuïgheid van de bechamel. Misschien ga ik er eentje voorproeven al, om eventjes te testen hoe ze zijn. Ik ga er gewoon eentje eten. Abuela. Ik proef... de keuken van mijn oma. We zijn toe aan conejo en jerez, con safran. Vertaling daarvan, konijn, sherry, safran. Dat ga ik voor jullie bereiden. Dit is het konijn, in edele delen, zoals ze dat noemen. Dus je hebt de achterpoten, de rug,
de voorbouten, het hoofdje en de lever. Snijd die even door meer en zo. Dat is hem. Check hem ook altijd eventjes of hij goed schoon is van haartjes. Hè? Want zo'n beest heeft natuurlijk allemaal haartjes overal. Kuis dat ook eventjes, zoals jullie dat mooi zeggen in het Belgiek. Kuizen. Limpiar el conejo in het Spaans. Que no tenga pelos, zodat hij geen haren heeft. De konijn gaan we bloemen. We gaan hem zout en peperen. Daarna gaan we hem bakken in een lage pan. En dan gaat hij over van de lage pan gaat het over in een mooie stoofpan met deksel. En daar gaan we hem uiteindelijk in afgaren. Maar voor nu eventjes in een lage pan. Zeezout erop. Ik gebruik altijd wat zeezout. Waarom? Daar kan je altijd mee goed doseren. Daar heb je weinig van nodig ook. En dat jozozout, dat is net even te fijn en dan weet je net niet hoeveel je gebruikt. Dus nu weet je ook wat je erin doet. Een beetje paprika. Ja. En wat paprika. Ik heb hier de verse saffraan die we straks gaan gebruiken. Het zijn draadjes. Dus we gaan een beetje nemen. Om de saffraan zo goed mogelijk de smaak te laten vrij laten komen, doe ik er een beetje de sherry die we gaan gebruiken, een klein beetje vellen. Zodat hij alvast zijn smaak en zijn kleur kan vrijgeven. Zo. Nou, dat wordt straks donkerder en donkerder. En dan krijg je dus ook nog de smaak straks in het gerecht. We gaan wat laurier gebruiken daarvoor. Wat tijm. Rozemarijn. Een teentje. Knoflook. Dan gaan we daar even een paar van pellen. Vijzel. Mooi instrument in de keuken. Waarom? Omdat het gewoon beter de smaak afgeeft aan het gerecht. Als je hem eventjes kneust. Dan doe je meestal met een beetje zout erin. Waarom zout? Dan blijft het altijd beter in zijn vijzel liggen. Dan springt het niet alle kanten op. En dan kun je op deze manier geen elektrisch apparaat gebruiken, maar gewoon lekker met het handje. Dus even wat meer werk, maar goed. In de knoflook heb je altijd een kern zitten. Ja. Normaal is die kern is wat groener. Deze is wat jonger. En die haal ik eruit, omdat wij mensen, wij kunnen dat moeilijk verteren in het lichaam. En daarom hebben we daar vaak last van. Boeren dat op. Dus haal het eruit als het heel groen is. Snijd het gewoon weg. De tijm gaan we eventjes vijzelen. In Spanje maken we met die knoflook en die vijzel en olie maken we de aioli. Dus er zit geen eieren in dan. Dus dat is puur knoflook en olie. Smeer een klein beetje het konijn mee in. Een klein beetje smaak al heeft. We gaan de konijn gaan we nu bloemen voor het bakken. Blank vlees, zoals kalfsvlees, konijn, alle blank vlees moet je eigenlijk altijd bloemen. Waarom is dat? Om de sappen mooi in het vlees te houden. Dus dat het eigenlijk het bruine, zeg maar, dat er een kokant krasje op komt. Er zitten ook wat buikflappen aan, maar laat die er gewoon lekker op zitten. Die vouw je gewoon dubbel. Dus achterbout. Bloem ook. Een beetje zo kloppen, overtollig eraf. Het levertje. Kopje. Oké, pan op het vuur. We hadden wat olie in. Mooie olijfolie. Wisten jullie eigenlijk hoe je olijfolie kunt proeven aan kwaliteit? Nou, zo'n kleur, ja, extra weer, prima. Op je vlakke hand. Ja. Dan neem je op de tong. Tong tegen je verhemelte. En dan door je neus uitademen. Dan komen alle smaken vrij. De bitters, de fruittonen. Alles komt dan vrij. Deze is vrij heftig. Is pikant. Kun je ook vaak... ik heb er helemaal last van in mijn keel. Maar deze is vrij pikant. Dus dan kun je merken dat het een eerste persing is van de olijfolie. We gaan het konijntje bakken. In Spanje dan, gebruiken we eigenlijk het hele konijn. Dus het levertje, het maagje, alles eigenlijk. Dat geeft allemaal smaak. Sommigen halen dat eerder eruit, die pureren dat.
Die maken een soort met ja, een tapenade van het levertje. En met een knoflookje gebakken en een uitje. En dan smeren ze dat op een broodje. Dan maken ze een soort met canapé ervan. Je ziet dus ook door het bloemen, krijg je mooi de kleuren erin. Ja, goed, we maken het nu met konijn. Stel je voor dat je zegt, nou, konijn, tricky. Het kan ook met kip gemaakt worden. Op dezelfde manier, maar dan met kip. Pak een mooie hoender, een meiskip. Laat hem door de poelier mooi in stukken snijden, als je dat zelf niet kan. Ik ga het konijn ga ik overbrengen naar de casserole. Waar het lekker in gestoofd wordt straks. Daarbij gaat nog een mooi stukje laurier. Safraan gaat gewoon direct hierin. Met respect altijd mee omgaan. Heel veel werk voor verricht om dit uiteindelijk te verkrijgen. Ze zeggen dat de safraan het duurste is van de hele wereld. Het is eigenlijk duurder in gewicht dan goud. Dus ga er ook met respect mee om, vind ik altijd. Zorg dat je alles gebruikt daarvan. Ja, mijn dochters en mijn hele gezin is fan van de Spaanse keuken. En zeker de traditionele Spaanse keuken. Dus die een conejo in sherry met safraan, top. Konijn, de kip in sherry met safraan is ook top. Dus eigenlijk alle bijgerechtjes die... als je dat allemaal bij elkaar hebt en je hebt het een beetje onder de knie... dan kan je een tafel vol zetten met allemaal lekkernijen. En dan kan je zelf allemaal aanvullen met allerlei dingen. De chili doen we hierin, in de olie. Dan doen we de paprika erin. Paprikapoeder. De knoflook die we fijn gedaan hebben in de vijzel. Dat doen we puur alleen om de smaak even vrij te geven van het gerecht. Maar je vuur ook niet te hard, want je paprika mag niet verbranden in de pan. En dan gaat de sherry erop. Ja, de rest gaat hierin. Hier nog een klein beetje bij. Sherry. Waarom gebruiken we sherry in dit gerecht? Droge witte wijn kan ook. Maar sherry is de typisch karakteristieke smaak van dit gerecht. De droge sherry komt uit Andalusië en wordt gemaakt in Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera is een samenhang van allemaal sherryhuizen die daar sherry aan het maken zijn. We hebben hier de knoflook, de paprika, de tijm en wat safraan hebben we gedaan. Alles is nu vrijgekomen. Die gaat bovenop de... op het konijn. Gaan we op het vuur zetten. En dan gaan we minimaal 1,5 uur tot 2 uur gaan we die heel rustig stoven. Ik ga nog wat tomaten voor boven het gerecht heen snijden en even aanfruiten met een klein beetje shallot, een beetje peterselie, wat zeezout. Dat gaat later over het gerecht heen om te presenteren. Mooie trostomaatjes. De smaak van deze tomaten zijn zoet-zuur. Dus dat geeft een hele mooie balans straks met dat gerecht. Dus het pepertje, het cherrytje bij het konijn. Die ga ik eventjes bakken in wat olie met zeezout, peterselie. Snij ze eventjes door zodat de smaak dus vrijkomt. Altijd een beetje zout in de pan, olie erop. Dan gaat de olie wat minder spetteren. En zeker olijfolie. Kijk, de konijn is mooi gaar. Kijk, zie je? Het potje, die is eraf gevallen. Dus de gaarheid is al oké. De zuur is ook goed. Gaan we even testen. Het bloemen van het konijn geeft een klein beetje de binding aan de saus. Nou, dat kun je hier zien. Kijk. Een beetje peterselie hakken. Abuela. Oma betekent dat.
Als je er kon ruiken. Tomaten zijn bijna klaar. Knoflookje, het peterselietje. Het olietje waar ik hem in gebakken heb met de zout gaat er gewoon overheen. En is het zes acht, dan is het klaar. Nou, daar komt hij. Dit kan nog eventjes met het deksel erop even sudderen. Konijn is bijna klaar. Het staat in het pannetje. Ik ga voor jullie alvast de patatas bravas maken. Er komen twee sausen bij. Dus een aioli en een salsa brava. Als eerste ga ik eventjes de patatten even dun schillen. Die gaan we straks afkoken in wat water en zout. Beet gaan. Dan gaan we hem frituren. En bravas is een beetje, ja, dus een beetje pittig door die saus die we straks gaan maken. Die tomatensaus en die alioli. Door al die ingrediënten. Krijgt het een beetje brava. Brava wil zeggen een beetje spicy, heet. De aardappelen zijn schoon. De pan vast even vullen met water. Een beetje zout. Wat ik altijd doe met het snijden van een aardappel in deze vormen, is een stukje van de aardappel, van het kontje afsnijden. Of niet wilde zijn. En dan zet je hem daarop. Dus dan is hij stevig, valt hij niet meer om. Snij hem door midden, de vinger wegduwen. En dan doen we 1, 2, 3. Ja? 1, 2, 3. Dat is het eerste wat ik mijn dochter leerde. Dit soort snijtechnieken. Wat je altijd met een scherp mes snijdt, ja. Dan wist ze meteen waar ze aan toe was. Aardappels zijn schoon. Die gaan erin. Dekseltje even half erop. Het is mooi om op deze manier de patatas bravas te maken. Je kan ze ook in zijn geheel meteen affrituren, maar dat vind ik niet zo lekker. In de tussentijd ga ik onze tomaten voorbereiden voor de salsa. Het uitje die ik nu aan het snijden ben, en het knoflookje, die ga ik heel eventjes aanbakken voor deze saus. Dus een saus, koude saus gebruikt. En er zit een uitje, een rauwe knoflook in en een rauw uitje. Dus die bak ik altijd eventjes aan in een beetje olie. Die gaar ik eventjes als het ware. En dan gaan we dat met de staafmix allemaal blenderen. Teentje. Kijken of hier zo'n groen dingetje in zit. Nee. Hup. Beetje plat. Zo. Een beetje cayenne erin. Je hoeft geen kleur te krijgen. Het gaat alleen maar een beetje het afvaren van die knoflook en die ui. Ik ga nog meer bravas maken. Ik ga er een klein puntje peper in doen. Dus altijd uitkijken met de Spaanse peper. Want die pepers uit Spanje, oh, die zijn heet. De piepen zijn klaar. Die gaan we afgieten. Piepers, als je die afgiet, de aardappelen, patatas, net hoe je het noemen wil, patatas. Altijd van je afgieten, dus nooit naar je toe. Dus nooit deze kant op, want dan kan een fout gaan, giet je over je heen. Altijd van je af. Kijk, ik ga ze niet koud spoelen. Waarom niet? Dan worden ze weer nat en ze garen niet door. Ik doe dit ook, want door de stoom die ze nu nog ontwikkelen door de warmte, gaan ze droog worden uiteindelijk. Pannetje met de uitjes en de knoflook, die zijn gaar. Daar ga ik de tomaten aan toevoegen. En dan gaan we dat straks met de staafmixer blenderen. Sommigen zeven deze saus, dat het een hele gladde, ja, zonder stukjes wordt eigenlijk, als het ware. Pan is klaar, tomaat zit erin, klein beetje olijfolie, gaat ook nog een klein beetje witte wijn in. Zo. Niet te veel, een beetje wijn. Ja, klein beetje zout. Ja, en een beetje suiker erbij.
om een beetje zoetig te maken. Zo, niet te veel. Dit geheel gaan we nu even met de staafmixer glad maken. Nou, deze is ook bijna klaar. De brava saus. En nu de aioli. Dat is met de eitjes. Olie. Zeezout. En gepelde knoflookteentjes. Gaat wat zout in de pot. Knoflook. Nou, je hebt wel gemerkt, in de Spaanse keuken gebruiken we veel knoflook. Daar houden we van. Knoflook is temperament. Wat ik ook ga doen, is met hele eieren maken. Jullie maken het misschien alleen met eidoos, maar ik maak het met hele eieren. Mijn oma die draait zich om nu. Zeg maar, die zegt dan, ja, aioli, dat doe je toch heel anders, mijn jongen. Maar dit is de snelle manier. Hè? Ik gebruik nu de zonnebloemolie. Waarom doe ik dat? Anders wordt de aioli veel te bitter. Ik ga nu wel wat olijfolie aan toevoegen. Om hem, zeg maar, die karakteristieke smaak te geven. Dus de smaak met die olijfolie. Je ziet ook dat hij meteen dikker wordt. Hè? En olijfolie heeft ook een heel andere binding. Maar die geeft ook een heel andere smaak. Als ik dit nou 100% zou doen met olijfolie, dan zou het niet te eten zijn. Oké, dan gaan we hem nu even tasten. We gaan hem even proeven. Ja, lekker. Dus we hebben de aioli, we hebben de bravas. Frituur is inmiddels mooi op temperatuur. Die gaan we affrituren. Haal je mandje ook altijd omhoog, hè, als je het in de frituur doet. Dus niet dat het spettert en alle kanten op gaat. De bravas. Nou, de patatten zijn bijna klaar. Papa's bravas, moet ik eigenlijk zeggen. Kijk. Kijk, en als je dan deze... Ja, van binnen, mooi zacht. Van de kant van buiten, zacht van binnen. Dit is de bedoeling. Zo, dan gaan we hier nog even een mooie tomatensalade erbij maken. Ik ga een carpaccio maken van diverse soorten tomaten. Heerlijk. Alleen die kleur al. Ik pak er een paar uit. Deze, mooie grote. Kroontje eruit. Deze, de groene. En de... Wassen. Super simpel, maar zo lekker. En dan gaat er nog een beetje olijfolie over. Met konijn straks. Die patatjes, patatas bravas. Con salsa brava. En een shallotje. Probeer die shallotjes ook zo dun mogelijk te snijden. Snij ze alleen in de lengte. Snij ze niet nog een keer door midden, want dat hoeft niet. Want ze zijn al vrij dun als je die... op deze manier snijdt.
wij dat noemen in Spanje, noemen we het een tomate mixta. Con aceite y vinagre. Rode wijnen zijn. Dan moet je altijd zorgen dat je de hoeveelheid olie die je gebruikt hebt. Dan doe je dus 2 delen olie, 1 deel azijn. That's it. Tomatenklaar is klaar. Ik ga nu even de aardappelen checken. Die zullen ook wel klaar zijn. Ja. Ja, dames en heren, we zijn bijna gekomen aan het einde van dit mooie traject. Deze mooie reis door Spanje heen. Patatas bravas zijn klaar. De salsa is klaar, de alioli is klaar. De tomatensalade is klaar. Het konijntje die staat op me te wachten. Dus die ga ik, de bravas ga ik nu even afmaken tussendoor zo. Ja. Ik zie hier die aardappel die absorbeert meteen die zout. Aioli. Eroverheen. Een beetje mooi. Een peterzeeltje. Voilà. Dat is bravas, die eet je vanuit het kommetje en die saus die zit er dan helemaal lekker in. Die moet je gewoon met je handen pakken. En dat je vingers vol zit en dat je gewoon zit te likken aan je eigen vingers. En ja, het klinkt misschien heel bizar, maar zo eet het wel het lekkerste. Je moet niet met een vorkje gaan lopen pielen om zo'n patatje te aan. Nee, gewoon pak met je vingers en proef en voel het, hè, het gevoel van het eten. En ik denk dat je dan veel lekkerder eet dan met zo'n roestestaal prikketje of een houten prikje, wat er dan weer afvalt en is weer moeilijk. Dan zit je helemaal onder. Dus nee, ik zou het gewoon lekker met je handen pakken en dat. En daarna kan je je vingers aflikken. Ja, dat is top. En de konijn. Nou, die is top geworden. Pak even wat saus bij. Top. Heerlijk. Dan afmaken met een mooie peterselie. Fantastisch. Voor u gemaakt vandaag een carpaccio van diverse soorten tomaat. De patatas bravas met salsa saus. De arioli. En de tamkonijn droge sherry saffraan. Maar we zijn nog niet klaar. Voor degene die nog trek heeft, ga ik nu de flan catalan maken. De crema catalana. Dus met sinaasappel en kaneel. Crema catalana, dus melk. Dan ga ik koken. Het zal wel iets meer zijn dan 1 liter. Ik ga er wat suiker bij doen. Het is altijd goed om een beetje suiker in de melk te doen, anders gaat het verbranden, de melk. Een kaneelstokje gaat erbij. En wat sinaasappels, de schil. Dit gaan we aan de kook brengen. Rustig roeren, niet kloppen. Tussentijd ga ik, als dat opstaat, ga ik het eiwit van. Oh, ik heb hem zo te scheiden. Zo. Okay. Dan ga ik 9 dooien doen. Dus al deze recepturen die we nu maken, kun je terugvinden op njam.tv. Crema catalana en de crème brûlée, ja, die lijken heel erg op elkaar. Alleen het verschil met deze en de crème brûlée. De crème brûlée wordt, die wordt uiteindelijk gegaard au bain-marie. En deze wordt op vuur gegaard, zodat hij de juiste dikte heeft. Dan wordt hij afgestort in het bakje waar het in wil serveren. En dan wordt hij afgekarameliseerd. En bij een crème brûlée duurt het wat langer, dat proces. Bij de dooiers doe ik wat suiker ook. Maizena, 30 gram. 1, 2... 3. Ga ik even doorroeren. Ja.
En met de warme melk heb ik wat bij het... Dus je moet eigenlijk even een pairing maken. Dus je doet wat warme melk bij de dough is. Laat je het even wennen aan elkaar. Zo. En dan gaat het weer retour in de pan. Zodat het allemaal een beetje opgelost is. En dan rustig, dus niet te hoog, opkoken. Totdat je eigenlijk een hele dikke massa krijgt. Ik laat de schil van de sinaasappel laat ik erin zitten, want dat vind ik lekker. Die nuances van het bittertje en het sinaasappelschilletje. Maar de kaneel altijd eruit halen. Die heeft zijn smaak overgegeven en die moet je gewoon verwijderen. Is ook niet lekker. Blijf roeren in de pan, want ik wil niet dat die aanbrandt. Dan krijg je bruine velletjes erin. Dat is niet mooi. Dus je moet hem constant, zo hou je hem ook in de gaten. Kijk. Laat je hem even opkomen. Dat hij even doorgaat, zie je. Op het moment dat hij dit bereikt heeft, dat bluppen. Roeren. Bluppen. Klaar. Vuur uit. Dat is hem. Twee fantastische mooie schalen gaan we daarvoor gebruiken. Lekker zwaar gietijs. Normaal doen we dit terracotta, maar goed, het is lekker. Het wordt ook afgebrand straks, dus het moet wel een beetje tegen vuur kunnen. En dit is eigenlijk het geheel, zie je? Kijk. Zo. Vanuit de pan. Even de pollepel erbij. Normaal doen we dat natuurlijk in kleinere bakjes. Hè? Peppen zo in een mooi dessertje. Ik heb hier een hongerige Spaanse crew die wil graag eten, dus vandaar dat het iets groter is. Dus deze terracotta zijn wat groter uitgevallen. Heerlijk. Je proeft de kaneel, je proeft de sinaasappel, de melk, de suiker. Al de liefde van de Catalaanse keuken proef hierin nu. Hij moet eventjes afkoelen. Flan Catalan is voor mij een dessert wat gewoon heel puur is en snel te maken. En dat vinden de meeste mensen top. Hoe heb ik het leren maken? Ik denk gewoon goed opletten bij de grootmoeders, want die maken het uiteindelijk. Het is mijn grootmoeder geweest, maar er zijn heel veel omaatjes en omaatjes geweest in Spanje die dat altijd maken. Het is een snel gerechtje, wat snel gemaakt kan worden. Mooie smaken zitten erin, niet te zoet, lekker afbranden. En dan heb je een fantastisch mooi dessert. Lekker glas vermouth erbij, dan moet je de rode nemen. Ja. Hij is inmiddels wat afgekoeld. Ik ga er nu een suiker overheen strooien. Als hij afgekoeld is en is deze temperatuur bereikt, dan pas de suiker erover. Dan kan je hem wat mooi verdelen erover. Ik gebruik deze brander. Maar jullie thuis gebruiken dan zo'n crème brûlée brander. Het gaat een beetje roken, dus je krijgt een beetje een vlammetje. Daar gaat hij, hè? Dat was hem. Crema Catalana. Ik zal even horen of hij mooi krokant is. Ja, wel dus. Ben je ook geïnspireerd door al die mooie gerechten uit Spanje? Kijk dan alles terug online op niam.tv. Tot ziens. Adios. Hasta la próxima.